morgen of middag of avond, wanneer je deze video ook kijkt. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en dit keer gaat mijn video over eten. Want eten is fijn. Heel vaak de vraag gekregen of ik een keer een soort van eetdagboekje bij zou willen houden via een video. En dat ga ik nu doen van 2 dagen. Dus ik ga vandaag een video maken en ik ga morgen een video maken over mijn voeding. Voordat deze video officieel start, wil ik eventjes het volgende zeggen. Ik deel geen calorieën, geen macronutriënten. Ik ga niet vertellen hoeveel grammen ik van mijn producten gebruik. En daarnaast heb ik een bepaald voedingspatroon waarbij ik 4 keer eet op een dag. 2 kleine maaltijden, 2 grote maaltijden. Dus mocht je deze video zitten te kijken en bepaalde vragen hebben of denken waarom doet ze dit, waarom doet ze dat. Misschien beantwoord ik ze tijdens deze video, maar anders mag je ook even een reactie achterlaten. En dan kan ik kijken of ik zo goed mogelijk antwoord kan geven op je vraag. Dat wilde ik dus van tevoren wel heel eventjes melden. Het is ondertussen 11 uur geweest. En dat betekent dat het voor mij tijd is om te ontbijten. Score, dik vet geniet momentje op de ochtend. Want ik begin altijd graag met het eten van een reepje. Dat is meestal mijn ontbijt. En vandaag is het deze. Ziet er super lekker uit. Oké, en nu is het lunchtijd. En we gaan gelijk eventjes meal preppen voor vanmiddag en voor vandaag. Dus ik heb hier Italiaanse roerbakgroenten, een hele grote zak, 600 gram. 2 bakjes bloemkoolrijst, elk 250 gram. Daar gaat tomatensaus doorheen en daar gaat geitenkaas bovenop. En ik ga vanmiddag daar lekker zalm bij doen. En vanavond kip. Dit dus voor de lunch met zalm en geitenkaas. En hier komt straks nog kip en geitenkaas bovenop. En dat is voor vanavond. Nou, het is ondertussen 6:30 en ik ben op het werk. En ik ga eventjes eten. Ik heb het vanmiddag al laten zien. Ik heb natuurlijk gewoon mijn meal prepje gemaakt. Dus ik ga eigenlijk hetzelfde eten als vanmiddag. Alleen dan met geitenkaas en kip. En dat ziet er dan dus zo uit. Meal prep bakjes for life. Ik ben net weer thuis in het werk en nu is het tijd voor mijn pre-bed, mijn late night snack. En ik heb vandaag een rustdag, dus dat betekent dat ik ietsje lager zit in mijn calorieën. Dus normaal gesproken heb ik altijd een hele grote pre-bed met super mooie printa creaties en zo. Nou, die heb ik vandaag niet, morgen wel, maar vandaag niet. Dus vandaag doen we het even simpel. En in dit geval is dat met Lindals, vanillekwark. Een shitload aan walnoten en frambozen, een beetje kaneel en een cracker met heel veel pindakaas. Dus dit ga ik nu even lekker eten. En dan zie ik jullie morgen weer, want morgen ga ik weer een nieuwe eetdagboekje-achtig dingetje bijhouden. Peace! Yes, goedemorgen. Vandaag dag 2 van mijn eetdagboekje. Ik heb ondertussen MyFitnessPal er even bij gepakt. En even kijken wat ik ga ontbijten. Het is 11 uur, dus het is ontbijttijd. En ik ga zo meteen ook lekker trainen. Voor de training eet ik altijd een kleine maaltijd. Dus ik zit even na te denken. Normaal gesproken doe ik of een reepje. Gisteren had ik natuurlijk een reepje. Gisteren had ik die van XXL Nutrition. Of ik doe altijd een bearable. Maar die wil ik denk ik voor vanavond bewaren. Dus ik denk dat het huttekeze wordt. Ja, dit ziet er wel goed uit. Dus we gaan voor huttekeze met kaneel en frambozen, blauwe bessen en walnootjes. Even eten voor het trainen en
Dit is lekker. Nou, ik heb net mijn ontbijt op en ik ga zo meteen lekker trainen. Dus dat betekent dat we er even een pre-workoutje in gooien. Een blikje Monster. Jullie weten ook dat ik, als je me op Instagram volgt in ieder geval, dat ik Team Monster ben. Ik krijg nog steeds regelmatig berichtjes van waarom promoot je Monster? Monster is ongezond, energiedrankjes zijn ongezond. De meeste reacties zijn gewoon een vraag. Ik heb ook reacties gehad die helemaal nergens op sloegen. Daar ga ik dan ook gewoon niet op in. Maar de mensen die gewoon normaal, op een normale manier een vraag stellen, die beantwoord ik natuurlijk met liefde. Ik drink zelf de Monster Ultra. Monster Ultra is zero sugar, zero calorie. Zit er aspartaam in? Ja, er zit aspartaam in. Is aspartaam ongezond? Nee, aspartaam is niet ongezond. Het is niet schadelijk voor je gezondheid. Je gaat er niet dood aan. Je kan prima zero drankjes drinken, zoals Cola Zero, Monster Zero. En andere producten eten of drinken waar aspartaam in zit. Het is niet schadelijk voor je, je krijgt er geen kanker van, je gaat er niet dood van. Overige energiedrankjes, nee, daar ben ik ook geen voorstander van. Vooral niet de hele calorielijke energiedrankjes met gigantisch veel calorieën, gigantisch veel suikers. Ja, dat is gewoon suikerblokjes wat je dan aan het eten bent. En nee, dat promoot ik absoluut niet. Maar de ultra's, de zero's, die wel. Dus die kun je prima drinken zonder dat het ongezond is en zonder dat het schadelijk is. Proost! Oké, ik ben weer thuis. Ik heb net lekker upper body getraind. Yay! En nu ga ik pannenkoeken maken, want ik heb heel erg zin in pannenkoeken. Oké, stap 1, 2 eieren. Stap 2, 10 gram eiwitpoeder. Stap 3 is 20 gram ultra fine oats. Even shaken. Veel van ijs houden, gaan we lekker deze erbovenop gooien. Voilà, het eindresultaat met nog wat banaan eroverheen. Walden Farms Zero Chocolate Sauce. En kaneel. Best culinair, toch? En dat gewoon in wedstrijdvoorbereiding. Damn. Oké, het is tijd om dinner te maken. Avondeten. En we gaan een lekker groot bord vol doen. Keer 2. Ik ga lekker pompoenen eten uit de airfryer. Dus we doen er even een beetje bakspray overheen. En dan doen we hem op 180 graden, 25 minuten. Nou, en daarnaast ga ik nog 2 barbecue snackerjacks eten. Met daarop een halve avocado. En daar doen we ook nog wat huttenkees bovenop. En als laatste een beetje peper. En dan als laatste nog de pompoen. Gooien we erbij op. En ketchup. En een pompoen had trouwens ietsje korter gekund. Of ietsje minder warm. Maar ze zijn alsnog gewoon lekker. We gaan naar de laatste maaltijd van de dag. En gisteren had ik geen bakbrinta, maar vandaag ga ik hem wel maken. En hij wordt heel groot en heel lekker.
bestaat heel veel Brinta met lijnzaad en eiwitpoeder. Daaroverheen framboosjes, chocola, walnootjes en pindakaas. Score! Oh, en dit was de laatste video van mijn tweedaags eetdagboekje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Dit was natuurlijk een eetdagboekje van mijn wedstrijdperiode. Ik zal er over een tijdje nog weer eentje bij gaan houden wanneer ik niet meer in wedstrijdvoorbereiding ben. Dus kunnen jullie ook zien hoe het er dan naartoe gaat. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Aan deze kant kun je abonneren op mijn kanaal en aan deze kant kun je de nieuwste video's bekijken. En ik hoop dat ik jullie volgende week weer zie. Doeg!